hekken gaan open. Wij proberen het culturele erfgoed van de Midwinterhoorn in stand te houden. En daar hebben we stammetjes voor nodig om horens te maken. En die moeten we nu overal bij boeren en landeigenaren om bedelen. En het idee bij ons is ontstaan om ze zelf te gaan kweken. Ja, doei, bedankt hè. Doeg. Er is een uitspraak, boompje groot, plantetje dood. Dat zou kunnen, maar wij hebben wel snel groeiend hout en we verwachten dat we daar met een jaar of 8 de eerste horentjes van kunnen zagen. En op afstand blijven.